Hallo iedereen en welkom bij Bax Music. Mijn naam is Tom en vandaag hebben we een heel speciale video, namelijk een deel van de Fonkelnieuwe Vesley Outlaw Series. En we bekijken deze keer de Coyote of the T-Style. Jawel, met de Coyote of de T-style gitaar uh, brengt Fesley in de nieuwe Outlaw reeks natuurlijk een van de legendarische shapes of vormen of modellen uit de gitaargeschiedenis. En dus ook deze Coyote is verkrijgbaar in een basic en een plus versie, net zoals alle andere modellen van de Outlaw series. De Echt nieuwe en heel mooie series van uh, Vesley die je zeker moet leren kennen. Voor ik het vergeet, check zeker de link in uh, de omschrijving van deze video. En dan kom je in dit geval natuurlijk bij de Coyote series uit, maar er zijn ook nog tal van andere modellen, maar liefst 14 gloednieuwe modellen. En die moet je zeker checken, want Vesley heeft met deze Outlaw-reeks voor de eerste keer een bepaalde lat gelegd waar je voor een bepaalde prijs, zeer voordelige prijs en wat eigenlijk vroeger werd aanzien als een eerste gitaarprijs, hebben ze nu een ongelooflijk aantal uh, specificaties in twee modellen gebracht dat eigenlijk nog nooit gezien is. He, meestal krijg je in het heel lage segment Um, heb je bepaalde houtsoorten die samengeperst zijn of alternatieven van bijvoorbeeld maple of een alternatief van rosewood toets of heel goedkope tuners. of Noem maar op. Hè, het is natuurlijk de kostprijs van het aantal materialen dat natuurlijk de prijs van de gitaar geeft. Maar Fazley heeft um, echt wel een, een, een serieuze, serieuze lat gelegd uh, in gitaarland. En brengt zowel in de basic als de plus. Want de uh, basic is iets meer voordelig dan de plus. Maar ook de basic is voorzien van uh, echt prachtmaterialen. En zijn topgitaren in hun klasse. Dus we spreken hier absoluut niet van een eerste gitaar. Natuurlijk, het kan een eerste gitaar zijn. En als jij op zoek bent naar een eerste gitaar. En je koopt uh, zo'n Outlaw reeks. Wees gerust, je hebt. Echt waar voor je geld, Maar wat ik wil zeggen is dat het niet enkel voor starters is. Maar ook bijvoorbeeld voor gevorderde muzikanten die zeggen van... Oh, ik heb nog geen T-style gitaar in mijn arsenaal. Dus ja, voor deze prijs kan je het echt niet laten. Want het is echt wel kwaliteit. Nu, vandaag bekijken we dus het verschil tussen de Basic en de Plus. Um, tijdens het maken van deze video heb ik uh, twee... Tele's, natuurlijk zijn er veel meer. Uh, want je hebt zowel van de Basic als uh, de Plus heb je vier kleuren: zwart, blauw, groen en rood. Nogmaals, geen pure gelakte poly-gitaren zoals knalgroen of knalrood. Nee, Outlaw is een beetje dat ruwe uh, Wild West. Je ziet het ook aan dit uh, tijdelijk mooi decor in het hout. En je ziet dus ook de mooie houtstructuur. Uh, door de kleur, waardoor het niet zo'n heel opvallende kleur is, maar wordt mooi samengesmolten. vind ik persoonlijk heel mooi. Uh, ja, dit is echt super. Hey, je ziet het bijvoorbeeld nog het best op het blauw hier. Dit noemen ze dus het blauwe kleur. Het is geen felblauwe gitaar. Dat zou ik persoonlijk niet kopen, maar smaken verschillen natuurlijk. Maar hier zie je dat het blauw uh, mooi samengesmolten is, een soort overleip. Uh, verf is zijn hand, hand geschilderd, sowieso. Um, en dit is dan een gitaar die ik bijvoorbeeld wel zou kopen. Omdat ze zo... Ja, omdat ze zo mooi is. Omdat de houtstructuur erdoor En dat is... Uh, dus die kleuren zijn er zowel voor de Basic als de Plus. Geen verschillen. Uh, alle T-style modellen zijn single coil, single coil. Dus... Op dat vlak is er weinig verschil voor de telereeks. Allereerst natuurlijk de body houtsoorten. Die heb je in de basic hier alder en in de plus heb je ash. Nu, beide zijn perfecte houtsoorten, hebben alleen een, een verschillende structuur. Dat zie je ook hier. En hier is de structuur eigenlijk iets meer met, met de kringen en de nerven. Bij, ja, hier is dat iets minder aanwezig. Nog een groot verschil is dat uh, de basic een pak lichter is dan de plus. Dat komt ook puur door uh, het hout van de body uh, dat gewoon iets uh, steviger is, iets zwaarder is. Nu uh, je kan daar zelf uh, bijvoorbeeld een voorkeur aan hebben. Uh, zoals gezegd, dit is een pak lichter, dus. Iets makkelijker. De iets uh, zwaardere gitaar is dan natuurlijk ook meer resistent ten opzichte van uh, snaren die minder snel ontstemmen. Uh, je kan er echt, op, op, op dit soort gitaren mag je echt strummen naar behoren. Die snaren blijven goed. Uh, hier zal je waarschijnlijk een iets dikker soort snaar moeten opleggen als je dat wil doen. Uh, maar het is natuurlijk hoe je zelf wilt spelen of wat je zelf heel leuk vindt. Voor de rest uh, zijn de pickups in beide gitaren identiek. Enkel de bridge. Hier uh, heb je een Wilkinson bridge. Hier heb je een standaard bridge. Uh, dus daar zit ook een beetje een prijsverschil in. Nu, uh, je ziet het heel goed. Hè. Hier heb je zo van die block saddles. Voilà. Er zijn gewoon een aantal heel kleine verschillen. Uh, Beide gitaren hebben het dezelfde switch en uh, knoppen, dus gewoon een three-way switch voor de single coil in neck. de nek. Beide single coils of de pitch single coil, een algemeen volume en een algemene toon. Nu, het tweede groot verschil is natuurlijk hier de hals. Uh, je ziet het zeer populair tegenwoordig, ik vind je het ook super mooi. Uh, roasted maple, zowel uh, de hals hier volledig als de toets, is roasted maple met black dots, hè, black inlay dots. Uh, bij de basic heb je dan, uh, pas op, eigenlijk ook supergoed materiaal. Hè. Je hebt hier een maple uh, neck, dus geen roasted maple, maar gewoon maple. En jawel, dit is rosewood toets. Dus niet zomaar een uh, substituut van rosewood. Nee, dit is rosewood met pearl dot inlays. Is natuurlijk een pak mooier dan uh, pearl hier en zwart hier. Matchy, matchy. Nu qua frets, sizes, radius. Beide uh, gelijk. 9,5 uh, radius hier. Uh, 22 medium jumbo frets. Uh, ze hebben beide een, uh, een C-stijl nek. Uh, dus uh, voor de mensen die het niet kennen, C is heel traditioneel. Uh, is absoluut niet te dik. Uh, want dat kan soms in het begin ja, toch voor wat moeilijkheden zorgen. Uh, hier bij de Plus is ze toch een beetje uh, steviger. Klein beetje dikker. Uh, ik zou de Basic al iets meer naar een... Tussen een C en een D zetten. Dus, dus iets platter eigenlijk. Kan ook iets zijn wat je zelf prefereert. Uh, afwerking qua frets toe allemaal perfect. Nogmaals, dit hier zal dan iets meer stevigheid geven als je strumt of zo. Uh, maar ik heb hier ook weinig probleem mee ondervonden. Het is puur uh, keuze van smaak. Tuners en dergelijke zijn uh, overal hetzelfde. Dus dat zijn in principe de verschillen tussen de basic en de plus. Uh, het Prijsverschil is niet zo heel groot. Nogmaals, check de link in de omschrijving als je uh, alle info en details en als je ze wil bestellen. Nog één detail: uh, deze hebben standaard de Dario snaren snaren uh, opgelegd. Dus die zijn natuurlijk iets beter dan de standaard naamloze merksnaren. Nu ze zijn ook wel goed, hoor. Ze zijn zeker geen rommel. Um, dus, dus allez, het is echt wel goed. Maar natuurlijk, ja, de Dario-snaren zijn iets kwalitatiever. Dus daar ook een klein beetje meer de prijs. Je zal hier ook uh, iets, iets langer mee doen dan deze. Maar hier kan je natuurlijk ook een setje snaren bijkopen. Alle modellen in de Fazley Outlaw-reeks komen met een gigback standaard bijgeleverd. Dus het is echt... De whole package voor een geweldige prijs. We gaan misschien nog enkel de klank nog eens geven. En voor deze reeks ben ik blij dat ik de uh, nieuwe Blackstar St. James, en dit is de 6L6 versie, uh, mocht gebruiken. Uh, we gaan hier gewoon uh, rechtstreeks mee in de interface. Uh, super amp trouwens. Um, als effect heb ik enkel een beetje compressor, de Carl Martin Honeycomb. Uh, omdat het bij een telecaster af en toe wel leuk is. Dit is de uh, neck pickup. Mm -hmm. Samengevat: supercoole gitaren, zeer voordelige prijs, ongezien echt ongezien beschikbaar in vier kleuren, zowel in de basic als de plus versie. Ik zou zeggen: check de link in de omschrijving en dan kom je op onze website en daar kan je ze natuurlijk bestellen of nog meer informatie vinden. Maar je zal het zeker niet beklagen. Dit zijn echt. Super mooie gitaar. Ik ga er zelf ook een aantal kopen denk ik. Die staan toch al op mijn wishlist, sowieso. Uh, want ze zijn gewoon echt super goed. Well done Fazley, well done. Voilà, dit was uh, het voor vandaag. Uh, wil je nog meer info zoals gezegd, check onze site of check ook onze andere sociale media kanalen zoals Instagram en Facebook. Vond je deze video leuk? Enorm geapprecieerd voor een like. En uh, ben je nog niet geabonneerd? Doe het zeker. En dan krijg je dit soort video's en nog veel meer. Dus uh, allemaal speciaal voor jou gemaakt hier bij Bax Music. Mijn naam was Tom. Ongelooflijk veel dank om te kijken. Veel plezier bij de aankoop van jouw gitaar als je er één zou kopen. En hopelijk tot heel snel. Bye bye.